De dode man die eind juli werd gevonden aan de Polderweg in Schiedam is mogelijk een Pool. Dit weekend kreeg het politieteam informatie die helderheid kan verschaffen over de identiteit van het slachtoffer. De politie heeft inmiddels contact opgenomen met de mogelijke nabestaanden. De Schiedamse coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en GroenLinks gaan vandaag in gesprek over de politieke toekomst van de gemeente. Gisteravond hebben de drie laatste wethouders hun ontslag ingediend. In het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente, BING, kregen ook de wethouders ervan langs. Ze zouden te weinig hebben gedaan tegen het machtsmisbruik en de angstcultuur in Schiedam. Ongeveer 60 daklozen hebben gisteravond geprotesteerd tegen de sluiting van de nachtopvang aan de Smeernofweg. Hierdoor komen 30 tot 40 bezoekers zonder verblijfspapieren op straat te staan. Voor hen is geen alternatieve opvang geregeld, zeggen de actievoerders. Naturalis uit Leiden gaat de dode walvis onderzoeken die op de voorsteven geplakt zat van een containerschip. De walvis is zeker 8 meter lang en is waarschijnlijk onderweg op volle zee geschept. Bergers stelden het kadaver in de avond veilig door het in een bak te schuiven. Als het kadaver intact is, wordt het ontleed en meegenomen naar het museum in Leiden. Vandaag trekken wolkenvelden over de regio tussendoor. Af en toe een zonnetje, nog steeds kans op een bui en temperaturen, nou ja, met 18 graden ook nog onder de maat.